Kun je eigenlijk nu nog in, zeg maar, dwars door de stad lopen zonder dat je gefilmd wordt? Nou, dat is moeilijk. Met name het centrum en op Zuid kunnen we je volgen. En van hoe dichtbij dan wel? We nemen de proef op de Som, ik op straat, Ton in de uitkijkruimte en we hebben contact via de telefoon. Nou, we zullen het even laten zien. Ik laat Gerrit even inzoomen. En nou, die zou haast, zeg maar, de details op je handen kunnen zien. Dus dat gaat vrij ver tegenwoordig. Ja. Oké. Je schoenen zijn nu in beeld. De telefoon die je beethoudt, nou, kun je toch redelijk in detail mijn gezicht zien. Ja. Ja, je kunt echt jou herkennen ook. Ja. Dat is echt wel heel geavanceerd dan, hè? Dat staan niet heel veel mensen bij stil waarschijnlijk. Dat het zo ver kan, dat je zoveel kan zien. Dat hoeft ook niet, want de techniek die kan dit aan. Zeker met de huidige IP-camera's. Maar voor ons geen reden om dit te doen. Dus dit is niet iets wat we in ons werkveld doen elke dag. Bij mensen op telefoons of andere dingen kijken. Nee. Toch word ik me ineens erg bewust van mezelf. Inzoomen wordt dus nooit zomaar gedaan. Een andere privacywaarborg is dat ramen automatisch geblurred worden, zodat niet naar binnen wordt gefilmd.